Dat is niet één wereld, dat zijn 10 werelden van verschil. Echt waar. Wij hadden nog wollen kleding en wollen broek. Nu kennen we u natuurlijk en Katie ook, hè, als wereldkampioen. Ga nou eens terug naar die dag. Nou, dat was dus op 27 augustus en we reden op 75, hè? 1975, ja. In de laatste route zei ik tegen Katie, dan spring ik weg. Dan probeer ik om de boel los te trekken en dat Katie dan mee kon en dan in de sprint. Maar goed, op een gegeven moment sprong ik weg. Ze twijfelden waarschijnlijk van wie zal ze terughalen. Dat deed niemand. Dan was ik opeens wereldkampioen. Nou ja. Het is allemaal perfect. Prachtige helmen en zo.